crimineel aan, want sigaretten die, die zijn toch legaal? Ja, absoluut. Uh, het gaat hier eigenlijk om het uh, ja, ontwijken zeg maar, van die, uh, die accijnzen... die in Nederland uh, zijn opgelegd. En die zijn uh, vrij hoog hè, op uh, tabak. En als je dus zonder accijnzen tabak gaat, uh, gaat verkopen... want dat is eigenlijk de bedoeling van al die productie... Ja, dan, dan pak je eigenlijk heel veel winst. En dat is in, in Engeland is dat eigenlijk altijd heel interessant geweest. omdat de accijnzen het hoogste waren, ook in Scandinavië. Maar in Nederland zijn de sigaretten ook steeds duurder geworden. Ja en daarom is het interessant voor die criminelen uh, om daarin te springen. Want criminelen zijn het. En daar zit ook het strafbare feit eigenlijk in, ja. in die accijnsontduiking. Goed, die sigaretten gaan naar Engeland. Die arbeiders die hoor ik net komen uit Polen en Oekraïne onder andere. Waarom zitten ze dan in? Uitgerekend Limburg met die fabrieken? Nou, in Limburg heb je heel veel uh, vastgoed dat al jarenlang uh, leeg staat. En dat is vastgoed dat je niet zomaar aan de man krijgt. Dat zijn grote panden. We hebben net een fragmentje gehoord over een, een, een fabriek in Hoensbroek. Dat was ja. een uh, oud PostNL, uh, uh, Post-Sorteercentrum. Een enorm gebouw, maar ja, je kunt het niet voor heel veel andere uh, zaken gebruiken. Heeft jarenlang te koop gestaan. En Limburg kent nou eenmaal heel veel van dat soort uh, uh, ja, gebouwen. Limburg ligt natuurlijk ook logistiek gewoon een beetje uh, lastig in, uh, in Nederland. Kijk, als zo'n gebouw in Utrecht ligt... Nou, dan uh, zullen er iets sneller partijen zijn die daar een uh, idee voor, uh, voor hebben. In Limburg staan die panden gewoon wat, uh, wat sneller leeg. Dus zijn ook de verkopende partijen... Ja, iets minder kritisch als het gaat om uh, wie daar dan uh, in gaat de, de, de kopers. Ja, ja. ja. En, en even voor mijn beeld. Is het nou ook zo dat als ik dan morgen naar Maastricht ga... en ik ga lekker in het zonnetje op het terras zitten... en iemand naast mij steekt een peuk op... is dat de kans vrij groot dat het een illegale peuk is? Of, of is het niet zo dat de Limburgers massaal aan de illegale sigaretten zitten? Nee, het is niet uh, dat ik signalen heb dat wij hier in uh, Limburg... massaal illegaal aan het roken zijn. Het wordt alleen gewoon graag die, gemaakt. Ja, de, de, de productielocaties zijn hier gewoon uh, uh, ontzettend populair. Maar de uiteindelijke uh, uh, resultaten, de, de, de productie zelf, die gaat heel vaak weer door naar het buitenland. Of wordt, als je al in Nederland uh, blijft, verspreid over het hele land. Ja. En Bas, als zo'n fabriek nou wordt opgerold, krijgen die arbeiders dan hoge straffen. Nee, gek genoeg, uh, uh, zie je eigenlijk in elke zaak, misschien een uitzondering links-rechts, dat het, het, het gaat om uh, buitenlandse arbeiders. Hè. We hebben gehoord Polen, Oekraïne, Roemenen zien we ook wel. In ieder geval veel Oostblok. En die zitten hooguit dan drie dagen, soms is een week vast. En uh, dan worden ze naar huis gestuurd. Omdat de straffen die hiervoor uh, gelden, ja, die zijn niet heel hoog. Het zijn uh, ja, goed, Dan zit je doorgaans niet heel lang in een gevangenis. En dan is het voor een politie even stom gezegd. Ja, heel veel gedoe om een 20, 30 man vast te houden, te verhoren, een tolk te regelen, dan kan je ze eigenlijk makkelijker gewoon weer laten gaan en op zoek naar de grote baas. Goed, Bas Dingemans, zoals dat, hij is een bij Alleen. Succes ook de komende dagen nog met die dino Want die zal het nog wel druk gaan krijgen, denk ik. En Bas, als je straks nog nieuws hebt, uh, ja bel in. hè? Uiteraard, ik uh, trek aan de bel. Dank jullie wel. Zullen wij doorgaan even met dat roken hier uh, in de studio, uh, criminoloog Brenda Oudebrel? Want we moeten toch even met de deur in huis vallen. Roken wordt gewoon een stuk duurder. In 2040 gaan de pakjes uh, qua prijs misschien wel vijf keer over de kop ten opzichte van nu. Uh, luister even naar Goedemorgen Nederland van WNL en Omroep Brabant. Bijna 50 euro voor een pakje sigaretten. Dat is waar staatssecretaris Van Ooyen aan denkt. In 2040 moet je dan dus diep in de buidel tasten. Wil je nog een pakje peuken aanschaffen? Ja, eigenlijk ellende als onder de kleine ondernemer om toch ja, je hoofd boven water te houden. En je weet niet wat daar. Ja, je kan natuurlijk nooit in de toekomst kijken. Ja, Thomas, op het moment dat natuurlijk die sigarettenpakjes om, uh, de prijs omhoog gaan, dat kan natuurlijk betekenen dat heel veel mensen gaan stoppen. Nou, dat moet het betekenen. Dat moet elkaar. het betekenen ja. natuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, iedereen naar het illegale circuit wordt geduwd. En ik heb van de week even gekeken online uh, op Telegram. En ik kwam al tientallen berichten uh, tegen waarin uh, nou ja, he, gewoon illegale namaak sigaretten werden aangeboden. Uh, ja, ik heb met zo'n aanbieder contact opgenomen. En die prijzen, ja, dat is uh, echt een enorm. Verschil. Hoeveel uh, kost het per slof? Het is 35 per slof en dan per vijf sloffen is het 32 per slof en per tien betaal je 30 per slof. Per één doos zit je op 28 euro per slof. Neem je er zeg maar meer af, ja dan kan het gaan tot 27 euro per slof, maar lager zal het niet gaan. Zijn ze trouwens wel geproduceerd Ik in doe. Nederland, die sigaretten? Ja, klopt. Ja, maar maar het zijn wel met Engels het wordt zo gezegd gedrukt. Er zit geen zegel op. Hoe snel kan jij dan aan nou ja, grotere hoeveelheden komen? Is dat makkelijk te regelen? Of... Ja, voor mij wel. Het scheelt echt veel geld. Ja, precies. Ben je nooit bang voor politie of iets dat ze jou nou ja, ergens treffen? Of... Ja, ik denk niet echt dat ze daar iets mee kunnen. Even dubbelchecken. Het is geen smurf van meester te bellen, toch? Je hebt iets aan met de stem gedaan. Ja, de stem een beetje gevormd, inderdaad. Ja, ja, ja dat ja. klopt. Maar het is wel echt goedkoop, hè? 28 euro voor als je de tien koopt. Dat is een normale slof, is geloof ik, boven de 80 euro. Dat is minder dan de helft van wat je in de winkel met de accijns zou betalen aan sigaretten. Brenda Brul is hier. Zij is criminoloog van de Universiteit Utrecht. Doet onderzoek naar de illegale handel in tabak. Uh, ja, dit soort telefoongesprekken, dat herkent u wel, denk ik. Ja, Zijn nou, we ook wel je... eens gedaan? Even... Uh, deze telefoongesprekken niet, want ons uh, onderzoek. Wat overigens al is afgerond, maar dat uh, uh, vond vooral plaats internationaal en dan met name illegale verkoop op. Op, uh, op markten en zo. Uh, maar wel, dus zelf uh, ja, die illegale markten opgegaan en gekeken uh, ja, wat een pakje Malboro bijvoorbeeld kost. En dat uh, kost dan 1,50 euro. Ja, maar klopt onze conclusie dat als de afgelopen jaar er al acht illegale sigarettenfabrieken worden opgerold in het zuiden van het land en we nu dan deze week horen dat de staatssecretaris de prijs gaat vertienvoudigen, vervijfvoudigen van Peuken, dat dat probleem nog veel groter gaat worden met die illegale fabrieken? Ja, ik, ik denk dat, uh, dat die conclusie uh, ja, met met gezond boerenverstand kan je die zeker trekken. En ik, uh, ja, ik denk dat je uh, dat zeker mag verwachten: dat die illegale productie niet gaat afnemen. Zijn dit zware criminelen die dit doen? Ja, wat versta je onder een zware criminaliteit? Of een andere handel? Of, uh... Uh, nou ja, da dat is wel een interessant punt. Want um, dat is wel iets waar bijvoorbeeld de FIOT, hè, die dit soort uh, illegale fabriekjes uh, opspoort en oprolt, uh, ook erg in geïnteresseerd is. Hè? In hoeverre gaat het samen met andere vormen van criminaliteit, zoals drugs bijvoorbeeld? Uh, daar hadden jullie het geloof ik in het eerste deel uh, uh -huh. over. Ja. Um, ja, dus je ziet wel wat daarin. Um, maar het zijn ook wel weer hele verschillende vormen van handel. Um, maar dit is eigenlijk iets waar we gewoon nog wat verder onderzoek naar moeten doen. In hoeverre dat ook inderdaad ook in de toekomst meer uh, samen zal gaan. Um, ja, dus dat, zijn, dus dat weten bak, we nog bak, niet helemaal zeker. Een is dan uh, hetzelfde als een vijf uh, gram coke? Nou, dat Kosme weet ik niet waar, of het niet? zo helemaal eruit gaat zien. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze uh, min of meer wel van dezelfde logistieke lijnen en netwerken. Uh, kijk, Nederland ligt, dat, dat zei de vorige gast ook al, ligt natuurlijk logistiek heel goed. Hm. We hebben goede wegen, we hebben havens. En dan als je het over Zuid-Nederland hebt, ja, die liggen natuurlijk heel dicht bij twee grote havens, die van Antwerpen en die van Rotterdam. Uh, dus dat is logistiek gewoon een hele, ja, hele handige plek. En liggen die straffen nou hoger, bijvoorbeeld in Polen? Oeh, dat zou ik eigenlijk niet zeker weten. Uh, hoe die straffen in, in Polen precies liggen. Uh, het, is, um, en het, het ligt ook heel erg per zaak. Hè? Hoeveel, hoeveel straf je krijgt. Want dat ligt er ook aan. Uh, wat voor bijkomende feiten je hebt gepleegd. Uh, er werd net al gezegd. Uh, accijnsfraude is natuurlijk een belangrijk feit. Uh, maar je kunt ook aangeklaagd worden. voor uh, het opzettelijk in gevaar brengen van de volksgezondheid. Hè? Want die sigaretten zijn niet altijd uh, van. Ja, die zijn natuurlijk niet gecontroleerd. Op, uh, op onze eisen qua gezondheid. En je kunt ook natuurlijk aangeklaagd.